Ik ben Bram Scheepers. Ik kom hier voor mijn leercontract. Dus werken en zwijgen. Jij kent de weg. Sorry wat je gehoord hebt, maar dat is hier in huis eerder een uitzondering dan regel. Bij ons op school is dat eerder regel dan uitzondering. Dus dit is het dan? Ja. Voor te zeggen dat mijn maat met je toch kan beginnen. Toch? Ja, ik had hem niet zo goed verstaan. Zo Vlaams is van tijd niet zo goed, vandaar dat. Goeiedag. Leo, bedankt voor alles. Mo, dat is mij heel veel liefde gedaan. Wat kom jij hier doen? Je moet nou niet verschieten, maar... Ziet zo, uw moeder moet deze avond langer werken. Door mij is ze gevraagd of ik al iets wou komen zeggen. Maar ons ma die komt mij nooit halen. Het zou maar erg zijn. Ja, Paulineke, maar tegenwoordig blijf jij nogal lang hangen achter de school. En door mij? Die wil gewoon weten of jij een lief hebt. Allee, ik ben ermee weg. Ik zie u zo graag. Ik zeg dat niet genoeg. Jij bent de liefste mens die ik ooit... Zeg, wat is dat hier? Madame, moeit u niet. Wie zeg jij? Goedemorgen, mijn Thibault. Zeg een keer, wat is er gebeurd? Laat mij raden. Je bent gevallen tijdens de turnles. Ja, we moesten over de bak springen en ik ben gevallen. Uh-huh. Maar wel schok met zo'n uniform. Ik ben soms echt een bitch geweest en... Je hebt mij nooit laten vallen. Dat ga ik nooit vergeten. Ik ga je missen. Ik ook. Mag niet binnen. Zeg, makker, je bent een week te vroeg. Ik dacht dat ik zo ons moe zou kunnen verrassen. Ja. Ons moe niet alleen. Frank, wie is het? Nee. Hoi. Zo is Luc. Ik heb stommiteit begaan. Veel stommiteit. Ik heb heel veel mensen zeer gedaan. Maar ik zou willen dat je mij vergeeft. Allemaal. Sorry. Ik ben een stopkloot. Sorry. Hi, sister. Allee. Kom. Vertrek nu, ja. Hè. Korte pijn. Ja. Ja. Dat is het. Korte pijn. Voorzichtig, hè. Ja.
Julia, deze is de Swan. Oh, no, no. En dat is nu de Franks, hè? Hey. Hey. De Romeo's waren op, of wat? De Romeo's? Ah ja, Romeo en Julia. Ja. En nog gevoel voor humor ook. Dat is hier dik in orde, hè? Adieu. Adieu. Laat me hier nog niet zo achter. Je moet iets doen voor mij. Je moet eens naar binnen gaan. Benny. Maar waarom moet ik naar binnen gaan? Je moet hem gewoon iets gaan afgeven. Maar wat moet ik hem afgeven? Dat zal ik je zelf eens wel uitleggen. Komt je? Het is nogal belangrijk. Merci. Tot ziens. Dag. Ik ben blij dat je na al die jaren toch kunt terugvallen op je poetsvrouw. Niet op mijn trouw, verdomme, Marianne. Maar zeg, voilà. Dag, Moeke. Oh, ik heb je gemist. Ik ben blij dat ik dood ben. Oh, zie, dit is het schoon dat hem slap, zeg. Ja, nu wel. Allee. Ja. Ik denk dat tijd is, hè. Ja. Ik weet dat ik jullie alle twee graag zie. Wij ook. Ja, dat is helemaal zeker. Dat is helemaal zeker. Anne kan wel blaffen, maar bijten heeft ze nooit geleerd. Dat zal niet lang meer duren. Felicien, dat is al de tweede keer deze week dat je mij voor niks naar Vervoort stuurt. Oh, maar juffrouw Anne, hij zei dat het dringend was. Vervoort heeft dat gezegd. Hij had niet eens gebeld. Plezant als je daar voor niks staat. De pijn is te groot en de herinneringen te zwaar. Dus ik vertrek. Voorgoed. Ik laat de sleutel achter van het appartement. Als je wilt, kunt je er blijven wonen. Ik zie u graag. En ik zal u altijd graag blijven zien. Ik herinner mij nog de dag dat je voor het eerst tegen mij zei... Ik zie u graag. Het was een van de mooiste dagen van mijn leven. Liefs Anne.